In het tweede kwartaal van 2022 zijn onze resultaten volgens verwachting. Het aantal internetklanten stabiliseert, wat een significante verbetering is ten opzichte van vorige kwartalen. De groei van het aantal mobiele en zakelijke klanten zet flink door. Ons operationele bedrijfsresultaat is iets gedaald als gevolg van een licht dalende omzet. Ook de inflatie heeft een negatieve invloed op kosten. Maar desondanks houden wij de kosten onder controle. In de eerste helft van het jaar zijn onze omzet en operationele bedrijfsresultaat stabiel. En daarmee verwachten we onze gestelde financiële doelen voor 2022 dan ook te behalen. De stabilisering van het aantal internetklanten laat zien dat we de juiste investeringen doen. Wij zijn dit jaar verkozen tot het beste vaste netwerk van Nederland. En al 55.000 klanten gebruiken de nieuwe en energiezuinige Medibox Next Mini. Uit de eerste NPS-metingen blijkt dat klanten hier enthousiast over zijn. Ook verhoogden we vanaf 1 juli de internetsnelheden, voegden we 5 nieuwe tv-zenders toe en verlengde Ziggo Sport de uitzendrechten van de Spaanse La Liga tot 2029. Samen met onze partners brengen we klanten ook offline entertainment en plezier. We blijven de komende 10 jaar de Ziggo Dome sponsoren en Giganet staat vanaf komend seizoen prominent op de achterkant van het Ajax-shirt. Onze partnerships zijn belangrijk voor het klantprogramma Priority, waarmee trouwe klanten van Vodafone en Ziggo voorrang krijgen bij evenementen. In de tweede helft van het jaar houden we focus op innovatie. Zo heeft bijna 90% van de Ziggo-huishoudens al toegang tot downloadsnelheden van 1 gigabit. En we liggen op schema om dit jaar 100% te halen. Met steeds betere producten, een uitgebreid entertainmentaanbod en investeringen in onze netwerken richten we ons voortdurend op de behoeften van onze klanten.